ook die verkiezing van de belangrijkste dit van dat, dat is allemaal verstrekt onzin. Wie is de grootste voetballer aller tijden? Nou, niet langer Messi met die stomme Vuitton-koffers. Ik zeg het maar voor een tweede keer, dat ik het fijn vind om het te zeggen. Dat je dit zo laat omkopen, dat is toch van een diepe, diepe treurigheid. Nee, ook de belangrijkste Nederlander. En dan de belangrijkste Nederlander aller tijden, Pim Fortuyn. Ik bedoel, sorry, daar word je toch lacherig van. Dat is toch wel een zodanig... Zeker met de kennis van nu. Nonsensicaal karakter. Ja, zeker met de kennis van nu. Om met Balkenende te spreken, ja. Het is een droevige zaak eigenlijk dat het toen... Maar ja, dat was zeker in het begin bij Fortuyn. Ja, tal van mensen zagen hem de verlosser. En waren natuurlijk bitter teleurgesteld over de afloop van de zaak. Ik zag ook weer... Ik weet niet waar ik het zag, maar van dat ik Fortuyn kleiner maakte dan hij was. Omdat als hij niet vermoord zou zijn, dat hij dan misschien wel minister-president zou zijn geworden. Nee, alle tekenen wijzen erop eens even naar de peilingen van die maanden kijkt dat daar geen sprake van was. Ik had namelijk gezegd dat de hoofdprofiteur van Pim Fortuyn, dat was natuurlijk het CDA en Jan-Peter Balkenende. Wat naar mijn idee nog steeds zo is. De vraag is natuurlijk, als daarvoor dat Pim Fortuyn was blijven leven, zou hij dan zelfs maar een deel van zijn grootste beloftes, alles moest anders enzovoort, waar hebben gemaakt? Nee, ik ben ervan overtuigd dat die LPF-fractie bestond natuurlijk uit een gezelschap van complete warhoofden op een enkeling na. En ik ben ervan overtuigd dat hij dus ook weer ruzie zou hebben gekregen en een beetje gepikeerd afscheid zou hebben genomen. En, Dat iedereen zijn schuld was, behalve natuurlijk de zijne. Dat was ook typisch Pim. Dus nee, ik denk, ook als die was blijven leven, dan denk ik dat het niet goed zou zijn afgelopen.